weemoed, droefheid, mededogen klinken door in dit reisverslag. Ik lees maar even voor hoe Lévi-Strauss dat beschrijft. Op de grond liggend, rond hun kampvuren, houden de echtparen elkander stijf omarmd. De bezoeker die voor het eerst in de wildernis naast een ambiquare kampeert, voelt zich overmand door droefenis en medelijden bij het gezicht van deze hulpeloze, naakte, van koude rillende mensen die, zo lijkt het, door een onverbiddelijk noodlot ter aarde geworpen zijn. De paren omhelzen elkander, als werden ze overvallen door het verlangen naar een verloren eenheid. Goed, dan zullen we het hierbij maar laten voor vanmiddag. Bepaal dus een vanning moet het overdoen. Wel, Thomas. Wie ik hier ook verwacht had, jou niet. Nee, ik ook niet. Ja, wij spreken elkaar. Leo, ik moet je spreken. Martje zit in een crisiscentrum. Wist je dat? Nee. Dat crisiscentrum, dat is echt niks. Ik ken het, ik heb het al eens eerder meegemaakt. Het is echt eens, maar nooit meer. Ze moet gewoon een goede psychiater krijgen. Die Rosa van jou, weet die nou niet iemand? Die is toch ook psycholoog? Zeg het maar. Zeg maar dat ik een schof ben. Hoe dat zo? Omdat het zo is, ik ben stom geweest. Ontzettend stom, zo stom als een varken. Leo, waar heb je het in godsnaam over? Ik heb alleen maar gedaan wat jouw dochter van mij vroeg. En nu is Rosa ook al weg. Rosa weg? Wat Martje vroeg? Wat vroeg Martje dan? Jouw dochter wilde met mij naar bed. Zo is het en niet anders. En ik had het nooit, nooit moeten doen. Ga je gang. Zeg het maar. Wat heb je aan je hand? Jouw dochter heeft me gebeten. Ze heeft op mijn voet gestampt, ze heeft mijn auto vernield en ze heeft mijn ruit erin gegooid. Zeg, Leo, ben jij wel helemaal goed? Mijn eigen ruit erin gooien, dat is waar Leo, ik moeten ben. Hallo. Ja, dag. Wacht nou eens even. Martje wilde met jou naar bed? Ja, met mij, ja. Martje, met jou? Ja, is dat zo gek? Ach, dat kan eenvoudig niet. Je verzint maar wat. Zeg, wie denk je wel dat je voor je hebt? Mij markeert niets. Nou, daar zou ik me niet zo zeker van zijn. Jij met al je losse contacten de laatste jaren. Zeg, hoor eens, ik... Professor, is telefoon voor u. Neemt u hem op de gang of in uw kamer? Nee, ik neem hem hier wel op de gang. Goed. Maar ben je echt met haar? Ja, natuurlijk. Vandaar? Wat dan vandaar? Vandaar? En toen heeft ze in je hand gebeten? Ja. En op je voeten gestampt? Ja. En je ruiten ingegooid? Ja. En je auto vernield? Nou, dan ben je er nog goed van afgekomen. Dat ze je de strot niet heeft afgebeten. De Zeeuw. Chevy? Badkamertje? Oh ja. Ja, ik weet het weer. Nou, dat spijt me. Dat kan voorlopig geen doorgang vinden. Nee. Ja. Ja, uw telefoonnummer heb ik. Ja. Nee, echt niet. Nee, sorry. Het spijt me, sorry. Sorry. Nou moet u eens goed naar mij luisteren, juffrouw... Geesje. Hebt u misschien ook nog een achternaam? Ik ga u toch geen Geesje noemen? Nou luister, u noemt me maar zoals u wilt. Maar Martje is niet helemaal goed. Ze kan echt niet mee zo. Mevrouw, het is onverantwoordelijk. Dat Martje zo heftig reageert, dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk en volkomen terecht. Geeske? Nou, Martje is in de war. Ja. En ik vind het echt niet kunnen dat ze meegaat. U hebt het maar over Martje zus en Martje zo. U kent Martje helemaal niet. Het is maar zeer de vraag of u haar wel kent. Maar goed, het is mevrouw op eigen verantwoording. Mevrouw Geesje, ik wens u succes met uw werk. Ja, dank u wel. Jongens, ik bel even de taxi. Hoe gaat het dan met je? Goed hoor. Je kunt nog vijf...